We zijn aan het opnemen. Ja. Mag dat? Wel, het is een baanbrekende uitvinding dat ik heb. Ofwel word ik wereldberoemd of niet. Eén van de twee. Eén van de twee. Which will it be? Ofwel slaagt het helemaal op niks. Ofwel, ik weet dat het wel op iets slaagt. Mijn ontdekking, mijn conclusie is baanbrekend en zal de verhouding tussen de mensheid volledig veranderen. In de positieve zin. En doen beseffen dat de mensheid dichter met elkaar verwend is dan hij ooit had kunnen voorstellen. Maar wat is de uitvinding dan? Dat mogen we nog niet weten. Ontdekking meer. Ah, ja. Je vindt niet iets uit, je ontdekt iets. Alles. Wat heb jij ontdekt? Wel, wat ik heb ontdekt is dat eigenlijk... ik kan dat moeilijk zeggen, want stel er eens voor dat dat inslaagt. Dan krijgen wij al het geld. Dan, ik heb nog geen patent. Ja, maar dan hebben wij wel uw getuigenis. Ik heb er ook zelf geen patent op. Dat kun jij gewoon hints geven? Ik ben niet de eerste persoon dat daar bewust van is geworden. Maar ik ben wel een van de eerste personen waaruit de mensen kunnen... toch wel een beetje kunnen constateren van... Ah ja, we weten niet exact wat er gaande is, maar we hebben wel zoiets van... Het is wel interessant. We hangen aan je lippen. Dat klinkt niet vaak. Oké, dus ik zou zeggen, altijd en dan misschien is dat nog reclame voor mij en andersom. Met geen waar Jollen of jullie mee bezig zijn. En afhankelijk van waar dat ik ermee ga geraken, werk. Dus ik weet het niet. Alles is een win-win situatie. Het kan misschien ook een mix zijn, totaal niks. Voor wat hoort wat? En, wat is de deal? En wij weten niet beter eigenlijk. Ja. Maar heeft iemand een kussen of zo? Hebben die winkelkaarten al? Van de organisatie. Ja, ik weet niet. Je hebt een kaartje eens van een total, dat is voor de broodjes. Ja, oké. Hallo, nee, stem. Nee, alleen waar zijn die bingo-kaarten? Zijn die op? Ah, jawel. Nee, we hebben wel iets. Ah, wel, kijk. Nee, juist. Nee, hier vinden ze.